want ik zeg dat hier in Lokeren was autochtone, autochtone. Er moest altijd precies een strijd zijn tussen ons. We waren van elkaar bang, die en van onze kant kwam er ook niks naartoe, want we hadden al jaren zo, we dachten van, kijk, laat dat nu gewoon zo, laat die sfeer, die gespannen sfeer nu, we worden er niks aan doen. Maar nadat wordt er gekomen, dus van alles, dat oproepersplein is nu groter en groter aan het worden. Wij zijn niet bang om onze stem te laten horen, want elke keer als we onze stem laten horen, werd ons de mond gesnoerd. Maar nu zien we verschillende mogelijkheden. En wij door van, wij moeten niet zwijgen. We hebben ook terecht gelijk iedereen. En we moeten met elkaar samenwerken, want als we nu elkaar samenwerken, komen we tot niets. Ja, we moeten echt doorlopen. Dat is ook zo dat in de klassieke jeugdvereniging ook uit. Alleen heb je al heel veel meer ervaring, weet je niet. Bij mij is dat wel anders, dus ik zal daar echt in. En hij moet je maar bij helpen wat je dat moet doen. Ja. Dus ik zou echt zo geloven, op een heel positieve manier, we gaan van kijken, we vinden dat we dat moeten hebben. Als we dat spelen hebben, dan gaan we minder op straat hangen, dat is dan een voordeel. Willen jullie ons daarbij helpen? Hè? En wij zullen dat doen en jullie dat. Als je een positief project doet en je betrekt de pers erbij, je zegt van kijken, we willen op een constructieve manier iets doen. We willen deel uitmaken van Lokeren, we willen dat samen doen. En we hopen dat de stad zo moeten daarmee meegaat, dat is ook niet druk op aan. Zo gaat dat in de politiek, hè? Ja. Snap je? Dat is op een manier om via de politiek dingen veranderen. Zo. Ja. Ik denk dat ik vind het niet gemakkelijk, heel gemakkelijker aan gezicht en gedaan, dat weet ik ook wel. Ja, natuurlijk. Maar anderzijds kunnen dat wel, hè? Ik herinner me nog goed dat we een paar maanden geleden, denk ik, voor de eerste keer elkaar over gesproken hebben. En over jullie situatie gesproken hebben, over zoals jij zo heel mooi hebt verwoord. Jij ook natuurlijk, hè. Heel mooi hebt verwoord. En wat me toen bijgebleven is, dat ik dacht dat er bij jullie wel iets in zat. En dat bij jullie die vonk van die verontwaardiging erin zat en dat die vonk van die verontwaardiging iets anders ging overslaan en het is overgeslagen, denk ik, in de kracht om te veranderen en vooral in de kracht om jullie eigen toekomst in handen te nemen. En ik denk dat we het er toen ook over gehad hebben dat de beste manier om de toekomst niet te ondergaan is de toekomst zelf vorm te geven. En ik denk dat dat is wat jullie nu aan het doen zijn. En ik denk ook dat we als Vlaamse samenleving en zo zeker ook als Lokerse samenleving zeer blij mogen zijn dat ze jullie hebben en dat wij jullie hebben. En ik denk dat wij, en ik zeg met opzet, wij, nieuwe Belgen en oude Belgen, Marokkaanse Belgen en Turkse Belgen zijn veel mooiere woorden, denk ik dan inderdaad allochtoon en autochtoon, dat we samen onze toekomst moeten maken. En dat zijn jullie eigenlijk aan het doen en vooral, denk ik, een nieuwe generatie die gelooft in zichzelf en die zich niet leerlegt en niet verliest in de klaag en gezaag. Wat vele Vlamingen eigenlijk vandaag wel doen en klagen en zagen. En het is goed dat jullie dat niet meer doen en dat jullie gewoon jullie eigen toekomst in handen nemen. En ik denk dat dat het mooiste en ook het ontroerendste is voor vanavond. En ik denk dat veel mensen die hier vanavond bij mij zitten toch wel die emotie en die ontroering voelen. Omdat we zien dat er een nieuwe generatie van Belgen, Vlamingen is die opstaat en die zegt we willen het samen maken. En die ook kritisch staat tegen de dingen. En dingen in vraag stellen, dat moeten jullie zeker blijven doen. En voor jullie rechten opkomen. Ik denk dat dat veel te weinig gebeurt door nieuwe Belgen. Er wordt veel te weinig opgekomen voor rechten. Dat is toen gebeurd met de arbeidersbeweging, dat is toen gebeurd met de vrouwenbeweging, ook met de oliebeweging. Al die bewegingen hebben zich verenigd, verzameld en kracht en eisen gesteld. En er ook in geloof, soms kritisch, soms hard, maar positief. Dat is wat jullie ook aan het doen zijn en daarom wou ik hier vanavond eigenlijk ook zijn en daarom wou ik jullie ook ondersteunen. Niet ik alleen als laatste minister van Jeugd, maar ik vond het ook heel belangrijk dat het geld dat we geven, dat ook de stad Lokeren daar geld aan gaf, zodat ook de stad Lokeren investeert in haar eigen toekomst, want dan zijn jullie wel de toekomst van Lokeren. Dus ja, hartelijk dank. Ik ben een beetje emotioneel, maar dat is vandaag voor mijn politicus. Alhoewel, toch wel, want voor mij is de kracht van de verontwaardiging ook mijn motor om de dingen te veranderen. Dus doe gewoon zo verder. We gaan jullie misschien ook, wie zijn daarvan op de zijlijn, ook blijven volgen en in de oog houden. En ik denk dat wel, als ik jullie zo bezig zie, je weet misschien wel een van jullie die nieuwe minister van Onderwijs gaat worden, die al die problemen gaat oplossen.